Op 31 juli vertrokken onze fietsers 's morgens om 9 uur voor de jaarlijkse daguitstap van ongeveer een zestigtal kilometer. Onder een stralende zon voerde de tocht ons langs landelijke straten en wegen en in twee groepen verdeeld fietste men onder de begeleiding van de wegkapiteins naar nog onbekende oorden, want de fietstocht moest een verrassing zijn. Na een vijftiental kilometer te hebben gereden, kwamen we aan in de nieuwe Snap voor een kop koffie, soep of een andere drank. Waarna iedereen terug op de fiets werd gefloten om de volgende 15 kilometer af te leggen. Tijdens onze tocht kwamen we voorbij deze prachtige kapel, die echt eens de moeite was om halt te houden en er een bezoekje aan te brengen. Nadat we de volgende 15 kilometer hadden afgelegd, kwamen we aan rond de middag in Denterhem aan het Paanhuis bij Irna. Hier werd het middagmaal opgediend voor onze hongerige magen te spijzen. Nadat iedereen het buikje had rondgegeten, waren we terug vol energie en trokken we verder voor de volgende 15 kilometer. Opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat, wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. En kunnen dan misschien, als het echt moet, wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.
vooraleer huiswaarts te keren, was er nog een laatste stop voorzien voor een hoeveijs of een frisdrank, die met het mooie weer wel gekomen was. Yeah, I've got it in order.